En goedemorgen, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vergeet geen duimpje omhoog en hier beneden te abonneren. De gordijn zit hier los, zie ik. Oké, wacht, ik wil wel een vlog opnemen. Ik zie best mijn gordijn los zitten. Wacht. Kom eraan. Oké, ben ik weer opgelost, jongens. Ik heb net de twee kindjes naar school gebracht. Volgens mij heb ik in de vlog van gisteren. Nee, dat kan niet. Gisteren heb ik een vlog online gezet. En toen zei ik tegen jullie, ik heb drie foto's gemaakt van onze drie hondjes. Van Kiara, van Bella en van Daiko. Hier zie je Bella, klein in beeld. Net gaat de bel. Met drie pakketjes. Ik verwacht dus dat dit alle drie de foto's zijn van de honden. Ik heb hier zoveel zin in, jongens. Ik ben zo benieuwd of het echt mooi is uitgepakt. Alsjeblieft, wees mooi. En daar is Kietje. Ik hoop dat het mooi is. Ja, ook Bella. Hoop je ook dat het mooi is? Ja. En dan gaan we ze ophangen. Ah. Oké, we beginnen gewoon met deze. Bella is ook blij. Bella heeft er ook zin. Ja, die? Wil je die? Ik weet niet of jij dit bent, schat. Yes, schat, ik ga het openen. Ik ga het openen. Kun je helpen? Kun je helpen met openmaken? Ik hoop echt dat het mooie kwaliteit te zien is. Nou, er is sowieso een folder in. Ah, dit is Kietje. Er zijn ook schroefjes bij. Kort op te hangen. Dit is Kiara. Klaar voor, jongens? Klaar voor? Komt-ie. Oh ja, zo lijkt het een beetje doorschijnend, hè? Maar hij komt toch zo tegen de muur. Dit is Kietje! Hoe leuk! Hij is echt heel mooi. Oh, ik had wel even mijn bank mogen stof, zag ik hier die haartjes. Heel mooi. Echt heel mooi. Wauw, tegen de muur aan is denk ik nog mooier, want dan is hij donkerder. Zie je dat? Wauw, oké, dit is foto 1. Yes. Oh, dit is Daiko trouwens. Poppetje. Oké, foto 2. Of is Daiko of Bella? Oh, ik ben zo benieuwd. Maar ik heb nu alle vertrouwen. Als het niet goed is, is die ook goed. Dit is Daiko, die net laat zien aan jullie. Klaar voor? Ik vind het zo leuk, jongens. Kijk nou. Deze is leuk. Deze is wel wat waziger dan die. Die is wat scherper. Maar dat geeft niet. Hij is nog steeds leuk. En ik heb ze alle drie met die roze kussen. Dat ze wel een beetje matchend zijn. Dat is deze kussen die gewoon hier op de bank ligt. Daar heb ik ze alle drie wel bij gezet. Oh, hij is wel iets waziger. Maar oké, dat geeft niet. Dit is de tweede. En als hij scherp was, was hij mooi geweest. Oké. En dan de laatste. Kan niet anders dan Bella zijn, hè? Dat is voor mij, ik heb voor mij twee rechtfoto's en één liggende. Dit is voor mij wat van Bella liggend. Ja. Ook met die roze kussen natuurlijk. Klaar voor? Dat staat op de kop. Ook heel mooi. Het is ook weer heel mooi scherp. Het is alleen die van Daiko is niet echt heel mooi scherp. Deze is heel mooi scherp. Oh, leuk, die afstandsbediening op de achtergrond. Maar kijk, zo zijn ze dan matchend. Wel leuk. Die van Bella is het allermooiste, scherpste. Echt heel scherp. Daarna deze is redelijk. Tenminste, goed genoeg hoor. Maar deze is niet scherp. Maar dat geeft niet, want ik had niet zo'n nakontrole. Je kon kiezen, wil je nakontrole? Dan ga ik, nee joh, het is wel goed zo. Het doet ook allemaal niet perfect. Maar dan zie je wel het verschil van scherp. Maar dat geeft niet. Alle drie met die roze kutjes. Zal ik het gelijk gaan ophangen? Ja, wel hè. Oh, zo leuk.
Echt heel leuk. Oké, ik ga even kijken waar ik het ga ophangen. Ik denk ergens waar hun mand of waar hun bench is. Oh, of waar is dat een dikke muur? Dan kan het niet. Oh, of waar is dat een dikke muur? Om de boren, dan kan het niet. Ik ga even kijken. Waar zijn die andere dingen? Schroeven hier weer. En dan moet er nog één schroef hierin zitten. Oh, uitgevallen. Ik ga even kijken hoe of wat ik dit ga doen. Maar ik ga wel ophangen en aan jullie laten zien. Je ziet mij in de spiegel trouwens. Hier liggen ze alle drie. En nog die andere pup, die is nog niet opgehaald. Kijk, zo leuk! Hier liggen de drie boefjes. En hier staan ze op de foto. En hierboven heb ik dan die olifant en leeuw. Dus misschien een beetje druk. Maar ik vond het wel leuk zo. Leuk toch? Ik vind het leuk. Ik heb Kietje in een hele kleine mand liggen. Maar ze eigenlijk net niet inpakt. Die is eigenlijk voor Daiko. En Daiko gaat nu hier op de bank liggen. Bed tijd voor ze. Echt leuk die foto's. Als ik zo op de bank lig, kijk ik gelijk naar die foto's. Echt heel leuk. En had ik jullie trouwens al ons allerkleinste pup laten zien? Het is toevallig aan het drinken nu. Hi popje. Hi. Hier, zachtjes hè. Zachtjes hè. Het is onze kleinste pup. Het is de pup van Juna. Ze is al 8 weken geweest, dus ze mocht eigenlijk opgehaald worden. Want ze is natuurlijk gelijk verkocht. Meisje. Maar ik zou het nog iets te klein voor dat ik het iets langer hier hou. En dat snappen die mensen ook. Dus ze blijft iets langer hier. Kijk hoe klein ze is. Ze is zo mini. En ze is even oud als natuurlijk de rest. Ik heb toevallig haar broertje hier ook op de bank. Ik zet jullie even neer. Zien jullie mij nog? Nee, niet echt hè? Nog niet echt. Oké, dit is de zij, het kleinste. Dit is 8 weken. En dit is haar broer. Zien jullie het verschil? Dat ze precies even oud zijn natuurlijk. Zelfs de kopjes. Er zijn al 2 verkocht dan namelijk. Hè? Maar deze wordt, over 3 dagen wordt jij opgehaald. Dan ga je weg. En deze wouden ze al ophalen, maar dat kan dus helaas niet. Want ik vind haar echt nog te mini. Kijk. Ze is echt heel klein. Ze is echt de helft van haar broer. Schatjes, wil ik spelen? Samen hier in de mand. Ik zie dat ze echt veel kleiner is, hè? Ze is gewoon echt heel druk, hoor. Ze is juist pittig van iedereen. Als iemand haar bijt van haar broertjes of zusjes, zo, dan is ze pittig. Ze is echt de pittigste juist van iedereen. Ze lijkt me even iets verlegen door de camera of zo, maar ze is pittig. Ik kan ook die filmpje laten zien. Dat is gewoon met dat trapje gewoon de bank op en af gaat, toch? Dus ze is wel de kleinste, maar niet zielig of zo, hoor. Nicky? Haar broer gaat hier op mijn arm. Wat ga je doen? Wat ga je doen met je bruine oog? Ga bij je zusje. Zeg, zusje, ga groeien. Zusje, ga groeien.
Ik wil gaan gooien. Dan kan je naar je nieuwe baasje. Ja. Ja. Dag Kietje. Dag Kietje, mijn fotomodel. Dag Kietje, mijn fotomodel. Jaloers? Hey Bel. Bel hou niet van het druk spelen. En dit is trouwens haar andere broer, is de witte. Zie je het verschil? Ze zijn precies even oud. Zie je hoe fel ze kan zijn? Ze is misschien het kleinste, maar ze is ook het pittigste hoor. Echt waar, ze laat niemand overheen lopen. Kijk die foto's nou. Zo blij mee, zo leuk. De hele dag knuffelen. De hele dag willen jullie knuffelen. Gezellig hoor jongens. Dit is trouwens een jongen. Deze nog niet verkocht. Of dit nog, nou, als ik dit veel niet. Ik hoop dat deze live gaat wel. Deze is nog niet verkocht, jongetje. Deze is wel al verkocht, jongetje. En dit is ook een jongetje, is ook nog niet verkocht. Deze. Dus we hebben drie jongetjes hier. En Bella is een meisje natuurlijk, hè? Die is een meisje. Maar de pipjes zijn alle drie een jongen. Wat is een gekke Bella? Wat is een gekke Bella? Wat is er met de gekke Bella? Jij gaat altijd graag in mijn nek, hè?
Gezellig hoor, jongens. Wat een gezelligheid. Wat een gezelligheid. Wil je maar niet poepen op mijn bank, hè? Dan word ik heel boos. Dan word ik heel boos. Grommen naar je broer. Jenny zal de hele dag mijn gezicht wassen. Anders ga je vallen. Oké, ogen open. Wat zien jullie? Niks. Al die foto's! Echt? Is toch het cutste ooit? Is dat echt cute, hè? Onze fotomodel. Ik dacht een cadeautje. Nee, dat geen cadeautjes. Toch leuk, die foto's? Ik dacht een nieuwe hond weer gekocht of zo. Nee hoor. Maar zo zijn ze snel. Anders ging je, zag je het al. Ik dacht, jullie hebben het al gezien. Had je deze al lang? Nee, vandaag gekregen. Van wie? Zelf gekocht. Net. Ik had gisteren gekocht en vandaag hebben ze me bezorgd. Een fotolijstje. Ja? Wat dacht je dan? Dat is Daiko!